Tweede paasdag 2023. En dan staan we in Oegveld bij de molen die er weer prachtig uitziet. En ik sta hierbij. Bij John Hoeben. Theo van Bergen. John, de molen. Ja, het is eigenlijk een oude molen. Maar je hoort ook wel... het is maar gelukkig dat hij er nog staat. Ja, daar kun je inderdaad van geluk spreken. Dat is te danken aan Theo hier. Deze molen die is gebouwd in 1913 door de familie Manders uit Kuik. Die heeft gedraaid tot ongeveer 1952. Toen hebben ze daar een meelfabriek in gemaakt en die is in 1954 uitgebrand. En dat was einde molen. Einde molen. En nou, als ik nou hier naartoe kijk, is het een prachtige molen. Wat hebben jullie allemaal moeten doen, Theo, om deze molen in stand te houden? Nou, om te beginnen ben ik terug gaan lopen. Hoe ziet hij eruit? Ik ken die mensen. Maar ja, daar hebben we nog geen geld. Hè. Toen heb ik eens een keer met iemand gesproken die ook van de historie was. En die zei, we richten een stichting op. En we vragen de burgemeester, dat burgemeester Stuy, om in die stichting aan te zitten. En zo is het gekomen. En steeds verder en verder. Want we moesten geld hebben. Is de molen nou in beetjes opgebouwd? Of hebben jullie moeten wachten tot de pot eigenlijk helemaal vol was en toen aan de gang gegaan? In stukken is hij opgebouwd. Als er weer geld was voor een zolder, dan werd hij weer anders. En hoe reageerde de Oeveldse bevolking? Nou, dit was de eerste restauratie die heeft Theo dan verzorgd. In 2019 werden de wieken afgekeurd, technisch. En werd het onveilig en toen heeft de gemeente Boksmeer de molen platgelegd. We mochten niet meer draaien. De wieken zouden vervangen worden en toen is er een groot plan gemaakt om de molen te restaureren en daar is subsidie op aangevraagd. We hebben 1 jaar moeten wachten tot de subsidie toegezegd werd. En toen is het grote werk aangepakt om de molen helemaal te restaureren zoals die nou staat. En wat we ook gedaan hebben is het gevlucht wat in 1946 op de molen zat. Dat zit er nu weer op. We hadden de originele werktekeningen gevonden in Amsterdam. We hebben het teruggebracht en nu is de molen eigenlijk weer in de staat zoals die als laatst fungeerde als windmolen. Ja, nou, Wennink Leek, je zei het gevlucht. Ja. Wat is dat? De wieken en wat erop zit. Ja, ik weet wel, ik kwam een keertje van Kuik af, voor een hele poos terug. En toen moest ik wachten, want er stond een hele grote vrachtwagen met aanhanger en er stonden, lagen de wieken op. Ja. Hoe lang zijn ze trouwens? 26 meter. Kijk, een wonder dat het zo lang was. Ja, ja. Dan moet je flink voor laveren. Nou zie ik bij u op de trui Molenvrienden Land van Kuik. Ja. Is dat een stichting? Is het een vereniging? Nee, de Molenvrienden Land van Kuik, dat is een vereniging van de molenaars die hier in de omtrek molens draaien. Molenvrienden Land van Kuik, dat is gewoon... Dat is gewoon de club van molenaars. Daar zijn we dus ook lid van. De molen zelf is eigendom van de gemeente, nu dus gemeente Land van Kuik. Ja, inderdaad, gemeente Land van Kuik, een grote fusie hebben we ondergaan. Enig idee hoeveel molens dat er in het Land van Kuik nu zijn? Nou, de molen, ik geloof dat de gemeente Land van Kuik heeft 13 molens in eigendom. Er zijn nog een paar molens die zijn particulier eigendom. En de Molenvrienden Land van Kuik bestrijken ook een aantal molens in de kop van Limburg en een stukje Gelderland. Maalt deze molen weer? Wij kunnen malen. Alles is ingericht om te kunnen malen. Alleen het is natuurlijk moeilijk om het meel kwijt te worden. Daar heb je een winkel voor nodig en dat betekent een hele hoop vrijwilligers. En zover zijn we niet. En vergunningen om te molen en molen malen. Ja. Maar eigenlijk, Theo, is het voor jou eigenlijk wel een hele dag dat je trots kunt zijn, want jij bent er wel jaren mee bezig geweest, hè? Nou, ik ben in de rond begin 60 en ik ram begonnen voor mezelf. En zo zoetjes aan heb ik dat opgebouwd. Je hebt er gewoon grijze haren van gekregen? Ja, die er nog zijn, die zijn grijs, ja. Ik wens jullie een hele fijne dag en succes met de molen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Welke kwestie. Ja, en ik sta hier bij Hans Heijs. Ja, met de molenboek, want dan moesten we alle boeken opladen en naar Deventer rijden. Maar
het werd allemaal betaald, dus ik had geen zorgen. Ah, kijk, maar hoeveel boeken waren het in totaal die je meegenomen hebt? 100 ongeveer. En die hebt u toen allemaal meegenomen? Nee, de helft. Dat was ook maar de bedoeling, de helft. Hè. Ja. En waar komt die hobby vandaan, van al de molenboeken? Dat komt van heel ver weg. Dat zal ik dus vertellen. Bartemeus Heijs, de molen Bartemeus Heijs, een Belger en zijn Duitser. En die heeft de molen in Boksmeer gebouwd. En ons vader die was getrouwd en zijn vader in zijn Belger geboren. En die heeft Bert Schrubbe in Boksmeer leren kennen. En zodoende is daar gebleven. En toen ben ik hier bij de molen gekomen. Dat is een tik. Een tik, maar hoort u ook tot molenaars vrienden? U kunt ook de molen bedienen? Ja, ik kan ook bedienen, ja. Is hier in opleiding geweest? Is hier in opleiding geweest? Ik ben in opleiding geweest, ik ben gezakt, honger. Oh. Ja, want dat was niet die molen. Nee, maar ik heb ik hier mijn examen gedaan. Maar Hans is ook niet zo belangrijk, hè? Ik bedoel, jouw liefde voor de molen. Nee, alleen, ik mag nooit alleen draaien, maar ja. Dan was je niet verzekerd, maar dat hoef ik niet. Want ik ga het liefst met twee mannen, anders moet ik te veel werken. Maar je hebt vandaag de boeken ook bij je, althans een deel. Ze staan allemaal hier. Nou, dan gaan we zo meteen heel even kijken. Ja. Ik wens je ook een hele fijne dag en geniet ervan. Dat weet ik zeker, dat ik ervan geniet. Ja. Dank u wel. Verder wil ik u het woord geven aan meneer Hendricks, die ons gaat vertellen hoe goed dat hij het met ons voor heeft. Niet alles verklappen, John. Nee. Goedemorgen allemaal. Ja, ik vraag vooraf wat vergiffenis voor het feit dat ik misschien wat afgeleid ben. Want ik heb mijn familie en mijn gezin meegenomen. Want het is een opleidingsmolen, dus ik denk, ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen natuurlijk. Met de interesse te wekken, dus heb ik maar gedaan. Nou ja, en volgens mij, u weet het allemaal, hè, molens die horen bij Nederland, dat is erfgoed, onbetwist erfgoed. En dat geldt ook voor de... we hebben er geen 33 volgens mij, maar voor alle kernen in het Land van Kuik. Molens horen ook zeker bij het Land van Kuik. En ik heb inmiddels al toch wat nodige geleerd van de Stichting Molenvrienden. We hebben nu een keer of twee, drie keer met elkaar gesproken. En al wat wijzer geworden over de wereld achter de molens. En als geschiedenisliefhebber interesseert mij dat zeer. En toeval wil dat we afgelopen donderdag, Witte Donderdag, het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente hebben vastgesteld met de slogan bewaren, beleven en verbinden. Dat zijn dan van die abstracte termen waarvan je de vraag kan stellen wat betekent dat concreet. Nou ja, hier gebeurt het volgens mij concreet. Het bewaren van deze molen, daar hebben jullie hard voor gewerkt. Hij ziet er echt gewoon spliksplinternieuw uit. Hè? Maar ook beleven, je kunt er naar binnen. En niet alleen dat, er wordt hier geleerd, maar er wordt hier ook veel geleerd. Straks uit de bibliotheek door Hans Heijs aangelegd. Meer dan 170 boeken, begreep ik zojuist, heeft u tot nu toe verzameld over de molens. Ze zijn hier te bewonderen. Wat aardig is dat het niet alleen geïnteresseerde toeristen, toekomstige molenaars aantrekt, maar dat ook de kast van de boeken gemaakt is door het hobbycentrum in Boksmeer. Nou, dat is dus ook verbinden. En dat gebeurt allemaal zonder de gemeente, dus dat gaat ook vanzelf, hè? Hartstikke goed. De vooruitgang, een mooie term ook. John Hoebe, je bent nu de trekker hier, hè, van deze plek. En dat is bijzonder, want molens zijn ook UNESCO werelderfgoed. Dat is een status die je niet zomaar krijgt. Het is toch goed om eventjes bij stil te staan hoe bijzonder dat eigenlijk is. Nou, ik denk dat het ook goed is om aan te geven dat jullie ook hard gewerkt hebben aan de toegankelijkheid van de molen. Hè? Want molens zijn, zoals u weet, niet per se de meest toegankelijke gebouwen. Maar daar hebben jullie ook het nodige voor gedaan, zodat die voor veel mensen toegankelijk is. En daardoor is dat beleven en verbinden wordt daardoor ook weer onderstreept. En dit is voor mij natuurlijk een bijzondere gelegenheid. Niet alleen omdat het een bijzondere molen is, dat ik hem mag openen dadelijk. Spannend, ik ben benieuwd wat ik moet gaan doen. Maar het is ook de eerste. De eerste molen waar ik een officiële plichtpleging bij heb. En als ik de passie voor het werk in jouw verhaal hoor, maar ook wat ik meegekregen heb van de stichting, dan zijn de
de molens, de karakteristieke objecten voor ook het Land van Kuik bij jullie in goede handen. En het is een mooie uitdaging, denk ik, om op verschillende manieren, ook met de moderne communicatiemiddelen, vanuit die verbinding meer mensen iets te vertellen over de geschiedenis en de toekomst van de molens, maar vooral ook het ambacht. Want als je toch een gilde van molenaars hebt, alleen dat al, dat klinkt natuurlijk fantastisch, dan is dat iets om trots op te zijn. Ik wil jullie van harte feliciteren met het resultaat en ik zie erg uit naar de openingshandel. Oké. Nou, de openingshandeling is het lichten van de vang, zodat hij gaat draaien. Hij staat klaar. We kunnen met een aantal 4, 5, 8 mensen naar boven. Meer plaats is er niet. Dus ik zou zeggen, als er een selectie meegaat, dan gaan we naar boven. Dat is de foto natuurlijk. Niet vergeten. Er komt ergens een oranje stukje tussendoor. Een oranje stukje. Ik trek hem gewoon naar beneden tot je zegt. Gewoon langzaam naar beneden. Langzaam naar beneden, ja? Is dit het moment? Ja, dat is ja. Kan het? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Er zijn wel heel veel fotografen. Hè? Ja. Dat is wel een belangrijk moment. Ja, daar gaat hij. Nee, daarom deed ik het even. Ja. Langzaam naar boven. Ja. Nee, daar. Ja. Kijk. Wow. Met wind. Nou, fantastisch. Nou, eens kijken. Ja, dat was jouw eerste bonus. Yes. Gelukt. Dat kan ik ook al. Ik ben daar hoofdredacteur van.